Goedemiddag, ik ben onderweg naar Patrick Kuipers, want we gaan het iets anders doen dan normaal. We hebben namelijk twee Pasen-specials in de vlog. Dus ik ben onderweg naar Utrecht. Patrick is al 5 keer in het Heilig Land geweest. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe hij het heeft ervaren om daar op die bijzondere plekken Pasen te vieren. Dus we gaan het zien. Tot zo. Patrick Kuipers is rector van het Arends Instituut. Hij is lid van onze werkveldcommissie Pastoraat en gaat regelmatig als hoofdalmoezenier mee op onze reis naar onder andere Lourdes, Rome en het Heilig Land. Eigenlijk is voor een christen het Heilig Land zijn tweede vaderland. En dat vind ik wel heel mooi gezegd, want dat is natuurlijk zo. Wat is nou voor jou de meest bijzondere plek in het teken van Pasen in het Heilig Land? Nou ja, als het echt om Pasen gaat, is het voor mij de Grafkerk. En de Grafkerk, dat is een heel bijzonder gebouw, want zowel Golgotha als de plaats van de kruising, als het lege graf, die zijn nu, dat zitten onder één dak. Dus dat is één kerk waar beide plaatsen zijn. Ja goed, omdat het heilige graf heel moeilijk bereikbaar is, waar je heel moeilijk in komt, omdat het daar zo heel druk is, is Golgotha iets bereikbaarder. En dat vind ik altijd heel bijzonder om daar te zijn. Je gaat de trap op, je komt op die heuvel terecht. En ja goed, en wat ik al zei, daar de ruimte waar het kruis werkelijk heeft gestaan van Jezus. Ja, is voor mij altijd een hele bijzondere plek om te zijn. En hoeveel meter ben je dan af van de daadwerkelijke plek? De keren dat ik gevierd heb in bijvoorbeeld de Kruisvaderskapel, is dat hemelsbreed, 20 meter hooguit. Okay. Als je dat eenmaal realiseert, dan is het nooit meer hetzelfde. Dan vier je Pasen nooit meer hetzelfde. Bij mij is het zo dat als ik Pasen vier hier in Nederland, in welke kerk dan ook, dat ik toch in gedachten even terug ga. Ik zelf wel een van mijn favoriete kerken, ja goed, het is een kerk waar je van houdt of je haat hem, dat is de kerk in Gethsemane. Ik vind Gethsemane ook een hele bijzondere plek, hè, in het Kidrondal, aan de voet van de Olijfberg, de Hof van Olijven, Gethsemane, waar Jezus de laatste nacht heeft doorgebracht in gebed, waar de apostelen in slaap vielen, waar hij die eenzaamheid gevoeld heeft. En ik moet zeggen, als ik daar ben en ik zie die olijfbomen daar, ja, dan denk ik altijd bij mezelf, weten dat olijfbomen heel oud kunnen worden. Stel je nou eens voor dat er gewoon een boom bij staat die het allemaal heeft meegemaakt. Oh, dat is en, mooi. En dat, dan krijg ik echt kippenvel als ik daar dan ben. En in die kerk die helemaal niet oud is, want die kerken zijn allemaal niet zo oud. In die kerk van de alle naties, dat is een hele donkere kerk. Maar die wil iets van die nacht van Gethsemane uitdrukken. En als je die kerk binnenkomt, dan zie je de rots. Waar Jezus bloed heeft gezweet, hè, zo vertelt het verhaal. En op die rots is een altaar gebouwd in de vorm van een kelk. En om die rots heen van smeedwerk een hekje wat de doornenkroon moet voorstellen. Ja, dat is gewoon een ontzettend mooie plek. En met de mensen die met mij mee zijn geweest en waar ik mee daar de mis heb gevierd, die hebben altijd erg onder de indruk van die plek. Dus dat is eigenlijk een beetje ook mijn favoriet. Nou, dat was dan deel 1 van de Pasen special. Ik hoop dat je hem leuk hebt gevonden. Heb jij zelf nou nog vragen of onderwerpen die je graag ziet in de vlog? Dan laat het eventjes weten in de reacties hieronder. En vergeet natuurlijk ook niet te liken en te delen.